leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik dacht, ik ga vandaag in de vlogstijl jullie meenemen, want ik ga herfstshoppen. Nou was het dus echt heerlijk weer, als in regen, weer wat kouder. Dus ik had al helemaal de herfst in mijn bol. Maar deze week wordt het weer 30 graden, dus top. Maar ook lekker hoor, daar niet van. Maar ik heb dus mijn kamer herfst gedecoreerd en ik dacht, ik heb wel veel herfstdecoratie voor mijn kamer en zo. Maar dit jaar heb ik niet per se veel voor de herfst gekocht. Niet dat dat moet natuurlijk, want als je genoeg hebt, heb je genoeg. Maar ik vind het altijd wel leuk om even te kijken bij winkels. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem jullie vandaag gezellig mee naar de Action, Hema, twee kringlopen, misschien nog de Blokker. Ik neem jullie gewoon een rondje mee. Dus ben je benieuwd wat er nu op dit moment in de winkels ligt? Nou, ik neem jullie gezellig mee. Heb je er zin in? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we er vandoor. Oké, ik zou even een outfit laten zien wat ik aan heb. Dat heb ik echt al zo lang niet meer gedaan. Waar is het eigenlijk van? Dit giletje is van Lovis. Dit topje is van de Zara. Dit rokje is volgens mij ook van de Lovis. En deze weet ik niet. Ik heb hem bij Lily gekocht in Nijverdal. Kledingwinkel. Nou, en mijn laarsjes die komen ook van Lily. Dus eigenlijk helemaal een Lily outfitje. Want eigenlijk kun je alles kopen bij Lily. Kijk trouwens hoe schattig dit er dus uitziet. Ik heb dus mijn kamer herfst gedecoreerd. Maar zoals je kan zien, mijn posters zijn nog niet echt herfst gerelateerd. En zoals jullie weten heb ik eigenlijk elk seizoen doe ik andere posters erin. En die posters komen van Desenio. Dus ik wil Desenio ook heel erg bedanken voor het sponsoren van dit stukje van de video. Ik heb namelijk weer een mega leuke samenwerking met Desenio. Zoals jullie eigenlijk al wel weten, als je me al langer volgt, is mijn kamer staat dus vol met Desenio. Mijn moeder, haar woonkamer. Mijn vader heeft Desenio. Mijn zus heeft Desenio. Iedereen heeft Desenio. En dit keer heb ik ook weer nieuwe posters van Desenio. Dus ik ga die even omwisselen. Want ik vind het dus leuk om elk seizoen andere posters in de frames te doen. In de lijsten. Hè? En die lijsten komen ook van Desenio. Voor ik ga laten zien wat ik dit keer allemaal heb besteld bij Desenio, heb ik nog een kortingscode. Want met de code DELVER45 krijg je 45% korting bij Desenio. 45. Uitgezonderd op gepersonaliseerde posters, lijsten en canvas. Maar voor de rest krijg je overal dus 45% korting op. Laten we het erbij pakken. Nu we toch bezig zijn met de herfstdecoratie in mijn kamer, hoort dit er ook bij. Waar heb ik het neergelegd? Hier. Het komt dus altijd helemaal in karton binnen. En ze zijn echt prachtig. Ik heb er al even naar gekeken. Tadaa! Oké, het eerste wat ik zie. Dit is niet normaal. Ik vind dit zo mooi voor de herfst. Kijk nou. Echt. Een herfstplaatje. Beige en zwart. Dus dit is altijd goed. Vind ik ook leuk met dat bruin. Dan heb ik deze mega besteld. Vind ik ook echt heel erg mooi. Hoe leuk en lekker en cozy ziet die eruit. Deze. Nou, deze vind ik echt geweldig. En kerstkaarten. Want ze verkopen dus ook kerstkaarten. En deze was ook in de sale. Maar dit zijn dus kaarten en de achterkant is gewoon leeg, dus dan kun je wat opschrijven. Maar je kan het ook gewoon in een lijst doen en dan heb je gewoon alsnog posters. Maar er zitten echt zoveel leuke kaarten bij die je dan kan opsturen. Gewoon, nou ja, echt heel erg veel in ieder geval. Dus ik ben blij, ik ga het in de lijsten doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik heb dus nog veel meer posters. Hier bijvoorbeeld ook een met citroenen. Nou, dat vind ik dus heel erg leuk voor de zomer. Maar die posters... Oh, trouwens hier ook nog heel mooi voor de winter. Maar die posters bewaar ik dus gewoon erachter. En dan de poster die ik dan ervoor wil, doe ik er dus voor. En dan bewaar ik op die manier dus de posters gewoon heel erg mooi. Oh, ik ben er echt weg van. Dus vergeet de kortingscode DELVER45 niet voor 45% korting. Bij de Desenio. Ik ben nu bij de Hema en hier is dus alles €2,50 van de sieraden. Ik heb daar laatst al ook deze ring meegenomen toen. Maar die actie is er dus nog steeds. Kijk, deze heb ik. Kijk, er is nog heel veel zomer, maar ik ga even boven kijken bij de Hema. Toevallig hebben wij dit nog nodig voor de uitzet. En nu zijn ze allemaal in korting. Dus wij nemen deze mee. Oké, ik wilde nog meer filmen bij de Hema. Zoals je zag ben ik echt naar binnen gegaan. En ik ben eigenlijk weer weg. Maar dit was niet de bedoeling. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Ze hadden dus nu... Oh, ik doe even de airco aan.
we hadden dus nu stapelkorting op de handdoeken en zo. En dit zijn van die hotelhanddoeken. In een beige, hele grote, 16 euro per stuk. Maar nu was er dus, als je 12 stuks in totaal had, 40% korting. Dus dat scheelt echt een heleboel. Dus ik heb 6 van die mega handdoeken. En dan 6 van die iets kleinere douchehanddoeken, zeg maar. Maar wij vinden het echt heel fijn om met grote handdoeken af te drogen na het douchen. En het enige wat wij dus nog niet echt hebben voor de uitzet, zeg maar, zijn handdoeken. Dus ik belde net Sande, want Sande is vandaag jarig. Daar ga ik straks nog heen, maar hij moet werken, dus daar kom ik straks. Dus ik belde hem van, oké, ik ben bij de HEMA. Er is nu stapelkorting op de handdoeken. Zou ik het doen of niet? En ik stuurde een foto, zei ik welke zou ik doen dan, wit of beige. Zei hij, doe beige maar. Dus, nou, helemaal goed. Ik vind hem zo lekker en fijn. Echt zo dik. Hoe blij een mens kan worden met nieuwe handdoeken, hè? Dus ja, die heb ik ingeslagen. Dus ik kon niet meer filmen. Dat was zeg maar het punt van mijn verhaal. Ik kon niet meer filmen, want ik had zo'n hand en die tas. En toen, nou ja, maakt ook niet uit. Dus plan voor aanpak. Ik ga nu even naar de Subway broodje halen, want ik heb trek. Dan ga ik naar de kringloop rijden. En dan ga ik naar Rijssen, want daar wil ik ook naar de kringloop. Ik ben bij Kringloop voor All in Nijverdal. En ik hoop dat we misschien al wat herfstdingen hier kunnen vinden. Ik ben er een beetje bang voor eigenlijk, maar goed. Kijk toch altijd eerst nog even bij de potten. Je weet niet wat je tegenkomt. Ik zie wel een winterpot. Maar nog geen herfst. Ja, dit is wel een beetje herfst. Maar niet helemaal mijn smaak. Nou, dit is natuurlijk wel heel herfstig. Niet mijn ding, maar wel grappig. Hoe duur is dit? 1,50. Deze zijn wel leuk. Hier een organizer. Deze. Dit is op zich ook wel een leuke. Qua kleur. Of dit. Grappig. Een soort, ja, houten bord met een foto erin. Best schattig. Voor de lente of zo. 2 euro. Spiraalkaarsen. Ik kijk dus ook altijd bij de mandjes hier. Heel vaak heb je dan van die ondermandjes die je zeg maar onder cadeautjes kan doen. Dat is echt ideaal voor als je een groot pakketje wil maken voor een cadeautje of zo. Bijvoorbeeld dit. Zo'n handig mandje, daar kun je er wat in doen. Mooi zilverfolie eromheen of van dat doorzichtige folie. Dit ook. Hier, dit is precies die ik dan altijd gebruik. Zie je ook altijd bij de Jumbo. En nu even kijken bij de glazen. Ik vind het altijd zo leuk om bij de glazen te kijken. Hier wat gekleurde glas. Glazen. Hier ook. Met paars, geel en groen. Die hoort daarbij. Ik spot hier wel een beetje herfst. Met die blaadjes. Maar goed. Nee, het valt me een beetje tegen nog. Op zich wel schattig. Van die stenen bloemetjes kun je misschien een vaccinelichtje in doen. Nou, ik was hier laatst nog. Toen heb ik deze meegenomen. En nu is die er weer. Dit is een pompoen. En dan kun je een kaars in doen. Want hij is ook open aan de bovenkant. Nou, echt super grappig. Maar ik ga hem dus met zo'n textuurspray nog overspuiten. En dan wordt het zeg maar een beetje zoals dit. Wat je op de foto ziet. Maar dat ga ik hierbij nog doen. Oké, even kijken of we ergens de ghost paint trending nog kunnen doen. Ik wil het echt zo graag nog doen. Het zijn echt lijstjes. Allemaal lijstjes. Ik denk dat ik dan hier tussen moet kijken. Op zich is dit tekeningetje wel heel erg grappig. Om de ghost paint op te doen. Ik weet niet, ik laat hem nog even staan. Oké, helaas viel deze kringloop wel echt tegen. Hè? Dus het valt me nog een beetje tegen vandaag. Behalve de handdoeken natuurlijk. Ik ga nu even een broodje eten bij de Subway. En dan ga ik richting Rijssen. En dan ga ik daar naar de kringloop. En die vind ik echt heel erg leuk. Hallo. AB. Even bij de Zeeman kijken. Thank you.
echt hele mooie champagne glazen. Ik hou echt van dat kristal. Deze zijn ook echt leuk. Van die zwarte. Ze hebben een hele set van 6. En deze zag ik ook voor 1,50. Ook heel leuk. Dan kijk ik ook altijd nog even bij de boeken. Want daar slaag ik heel vaak ook. En dan kijk ik altijd hier. Hier zitten vaak wel boeken bij die ik heel leuk vind. Dus de thrillers. Even kijken of daar wat leuks tussen zit. Mandje voor 50 cent. Deze is oprecht heel mooi. Voor 3,50. Is echt zo'n textuurtje ook. Deze vind ik ook nog wel schattig. Zo'n potje waar je een bloem in kan steken en er zit dan een gat in. Echt heel cute. Ik zie alleen een hapje uit. Nou, helaas is dit ook tegengevallen. Dus het was niet helemaal de beste dag, maar ik vond het wel heel erg leuk om te kijken weer bij de winkels. Er ligt nog niet echt veel voor bij de Hema en zo. Is niet echt heel veel herfst of zo. Ook niet bij de kringloop. Dus dat is jammer. Misschien komt het nog. Dus ik hou het in de gaten. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie gauw weer bij een nieuwe video. Doei doei!